Ik ben Peter Erik Verstegen en binnen het Rode Kruis ben ik manager corporate partnerships. En wij proberen samenwerkingsverbanden, partnership met bedrijven op te zetten. Coca-Cola is al jarenlang een hele trouwe partner van het Rode Kruis. Het Rode Kruis leunt echt op bedrijven in de partnerships om onze hulpverlening voor elkaar te krijgen. En vandaag zullen een aantal medewerkers en vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. En zij vertegenwoordigen 17.000 vrijwilligers die namens het Rode Kruis mensen die in nood zijn gekomen helpen. Ik ben Martin van der Donk. Ik ben de coördinator van de hulplijn van het Nederlandse Rode Kruis. De Rode Kruis hulplijn staat klaar met mensen achter de telefoon om mensen te helpen met praktische vragen. Denk bijvoorbeeld aan boodschappen en ja, simpelweg een luisterend oor voor mensen die zich heel eenzaam voelen als gevolg van bijvoorbeeld de quarantaine. Mijn naam is Michelle Kort en ik ben coördinator van de WhatsApp-hulplijn voor anderstaligen. Later merkten we dat de informatievoorziening wel op gang kwam, maar dat er heel weinig informatie was in andere talen. Daarom besloot het Rode Kruis de hulplijn uit te breiden naar een WhatsApp-hulplijn, waar een team vrijwilligers achter zit die allerlei verschillende talen spreken. En dat doen we nog steeds in 8 verschillende talen. We hebben afgelopen jaar duizenden vragen binnengekregen in heel veel verschillende talen. En ik vind het fantastisch om te zien dat we dan met een team vrijwilligers ook die vragen kunnen beantwoorden, waardoor we er zijn voor iedereen in nood. Nou, dat is toch wel prachtig om te zien dat je dat met een groep vrijwilligers voor elkaar kan krijgen. Ik ben Jokke Bertelmeskit. Ik doe de hulplijn van de Rode Kruis in Portugese taal. Wij zagen op de website van de Rode Kruis dat alleen 3 talen waren. Dat was geen Portugees. Dus wij hebben gevraagd voor de Portugese taal. En zo doen wij de Portugese talen met de 4 vrijwilligers. Mijn naam is Vanette Lempens en ik werk als vrijwilliger op de hulplijn van de Rode Kruis. En dat doe ik met ontzettend veel plezier. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om mijn collega's live te zien. Sinds corona heb ik ze natuurlijk nog nooit live gezien, dus dat is hartstikke leuk. En ik heb het een hele, hele leuke ervaring gevonden. Wat er echt bij mij bijgebleven was een familie die ons belde met een kind. Het kind had uitslagen en die ouders die wisten het niet wat het was. En ze wisten niet hoe, waar moeten ze naartoe. En we hebben geholpen om naar het ziekenhuis te sturen. En dat kind is toch wel geholpen. En ik heb de foto's gezien hoe dat was. En dat is echt bij mij gebleven. En ik ben blij dat wij deze middel hebben om de mensen te kunnen helpen. Dat is bij mij echt... Dat doe ik voor.